We zijn aangekomen bij de ene laatste rand van de droomdeken, de rijskorrelsteek. Een afwisseling van rechts en averechts, elke naald om en om. Deze rand heb ik gebreid op breinaalden 5. Ik ga het nu laten zien. Ik ga je laten zien hoe je de rijskorrelsteek breidt. En die bestaat uit één recht, één averecht en die verspringt de hele tijd. Dus boven de averechte steek brei je een rechte en boven een rechte brei je een averecht. Eén om en om. Eén recht, één averecht. En zo ga je de hele naald door. En de rijskorrelsteek is dus elke naald afwisselend. Dus nu gaat hij weer verspringen. Dus boven de rechte steek brei je de averechte, niet anders dan in de voorgaande naald. En boven de averechte steek brei je een rechte steek. Nou, en dit brei je totdat je de hoogte van de rand hebt bereikt. Dat was hem weer voor deze week, de rijskorrelsteek. Je kan nu de herhalingsrand nog een keer breien. En ben je benieuwd naar volgende week? Ook een hele mooie. Tot de volgende keer!